Mijat Maric, eindelijk, we zijn nu officieel gered. Ja, eindelijk. Ja, na een heel moeilijke wedstrijd met veel stress. En ja, ik denk dat we verdiend gewonnen hebben. En een droom van mij met deze start naar een lange periode uit. Ja, je was een tijdje geblesseerd en je bent onmiddellijk beslissend, hè? Hoe voel je je nu? Right. Ik ben in een droom. Het is echt fantastisch. En ja, ik ben blij voor ons, voor de drie punten. Dat is het belangrijkste. So. Het was een moeilijke wedstrijd. We hebben er zo nogal een paar gezien dit seizoen thuis. Maar het verschil was nu. Nu winnen we hem eindelijk en krijgen we loon naar werken. Hè? Ja, ja. En ik denk altijd dat deze ploeg, wanneer het moeilijk is, wij staan er klaar. En vanavond het was ook zo. En nu moeten wij een beetje naar de play-off 2 kijken en iets proberen te maken. Wat zijn de ambities van Lokeren in play-off 2? Nu de ambitie is winnen in Saint-Tron. En daarna kijken wij. Klein feestje vanavond of toch bescheiden houden? Toch een beetje, denk ik dat. Oké, wel verdiend. Ja. Dank u wel, Mijat.